Goedenavond iedereen, mijn naam is Jennifer Munslag. En wat fijn dat jullie zijn ingetuned bij ons. Vandaag in Zuidoost groeit, de 11e aflevering, gaan we het hebben over samenbouwen in Zuidoost. Want zelfbouwprojecten heel veel gerealiseerd worden in de stad in de vorm van een wooncoöperatie of een CPO. Wordt zometeen allemaal uitgelegd wat dat is. Moest ik ook leren. Gebeurt steeds vaker. Maar hoe doe je dat nou met een groep? Hoe kom je in aanmerking voor een kavel? Wat komt er allemaal bij kijken? En hoe gaat dat hier in Zuidoost plaatsvinden? We gaan het erover hebben. Ik heb fantastische sprekers hier aan tafels die ons gaan inlichten. Hopelijk raken jullie daarvan geïnspireerd en kijken we wat er mee gaat gebeuren. Ik doe dat gelukkig niet zelf alleen. Jullie zijn er hier thuis, in je keuken, op de bank, waar je dan ook bent. Maar ook in de studio heb ik publiek zitten. Jullie kunnen meepraten met ons en dat kan via de Mentimeter. Ik geef jullie zo meteen een code, alles. Ja, die komt zo in beeld. Ga je naar menti.com. En menti.com, vul je de volgende code in. 73844498. Maak je geen zorgen, hij blijft nog heel even in beeld, zodat je de tijd hebt om daar te komen. En mocht je dan vragen hebben, opmerkingen, et cetera, maar laat het even weten, zodat ik die hier aan de gasten aan tafel kan stellen voor je. De gasten aan tafel zal ik eerst even allemaal je voorstellen. De namen opnoemen, heel fijn. Applausje mag, hoeft niet, kan wel. En daarna gaan we per blokje met iedereen even bevragen, bekijken en hoe of wat. Zo heb ik onder andere aan tafel zitten Judith van Iddekingen, projectmanager gebiedsontwikkeling E-buurt gemeente Amsterdam. Van zelfbouw gemeente Amsterdam heb ik twee zitten, Marije Spitshoven en Leonard Silva. Die zitten toevallig ook hier bij mij aan tafel nu. Wat een toeval. Sergio Meijen, bouwkundige en ook lid van bouwgroep Young Creatives, zit ook in de studio en straks bij ons aan tafel. Mirjam Spierings, initiatiefnemer en bewoner van CPO Science Park. We hebben Chandar van der Sande, voorzitter van wooncoöperatie De Warren. En we hebben Douglas Conadou, kartrekker van wooncoöperatie Community Land Trust H-buurt. We hadden eigenlijk ook in gezelschap geweest van Rachel Tokromo, kwartiermaker onder andere bij Lola B. Maar zij is helaas ziek. Maar ik vond het wel nodig om te zeggen dat Rachel eigenlijk hier heel graag aanwezig gaat willen zijn. Dus beterschap aan haar. En she'll be with us in spirit. All right. Dus is het gelukt met die menti.com? Nee, voting is closed. Techniek? Menti.com, voting is closed. Mag het alsjeblieft open, zodat de mensen erin kunnen. Zie je, daarom is het heel fijn als je mensen dus in de zaal hebt zitten. Want dan hebben we direct feedback. En zie het vooral inderdaad niet alleen als, oh ja, wij zijn publiek, we kijken alleen. Nee, je bent een deelnemer, dus doe alsjeblieft heel graag mee. Daarom zijn we hier ook, zodat we jullie stem kunnen horen. Menti.com, zijn de voting dingen alweer open? Ja, gezondheid, geen probleem. Is het open? Kunnen jullie de code invoeren? Ja, 73844498. En thuis ook, want dan ben ik, om even warm te lopen en te kijken of het natuurlijk allemaal werkt, want nu wil ik dat zeker weten. Even kijken wie er allemaal aanwezig is en wie er kijkt. Dus laat even weten uit welke buurt je komt. Waar kom je vandaan, welke buurt? E-buurt, H-buurt, voor hetzelfde geld kom je niet uit Zuidoost, maar ergens anders willen we ook heel graag weten, zodat we even een beetje een kijk hebben wie er allemaal meepraat, meedoet, interesse heeft in hoe dat werkt allemaal, zelf bouwen met een groep. Ik ben wel benieuwd, namelijk, toch? Hoe doe je dat allemaal? Lukt die? Ja? Oh, kijk. K-buurt, Rijgersbos, Zuidoost. Ik ga me omdraaien, hoor, want ik zie het niet zo heel goed. Oostveel. Oké. Okay. Nice. We zijn veel representanten uit Amsterdam. Rijgersbos. Kijk, ja, nu kan ik het beter zien. Vensen, Polder, Kantershof, Gansenhoef, F-buurt. Vissenstein, we zijn represented. Veel buurt, oké. Okay. Nou, zijn we ook heel benieuwd. De volgende vraag. In welke leeftijdscategorie val je? Very private information, maar we zijn heel blij als je dat met ons deelt. En anders geef je maar aan hoe oud je je voelt. Vind ik ook kunnen. Ja, echt. Dat mag gewoon. Dat is, ja, hoe oud je je voelt is ook heel goed. It's a state of mind thing. Ik voel me vandaag 28. Kijk, 30 tot 39 is veel represented vandaag. Die zijn het meest allemaal een beetje. 18 min is het er niet.
Of die niet moeten delen met iemand, dus die kunnen zelf niet leeftijd invoeren. Alright. En dan heb ik nog een vraag voor jullie. In welke vorm van zelfbouw heb je interesse? Woningcorporatie of CPO, collectief particulier opdrachtgeverschap? Dat laatste, gewoon iedereen. Nee, het komt allemaal een stukje langzaam maar zeker binnen. En mocht het zo zijn dat je denkt, oké, maar wat is dat? Ik weet niet precies. Zeker is niet erg, want die vraag die wordt zo meteen beantwoord. Die zal ik hier ook meteen stellen. Toch? Maar tot nu toe zijn de meesten toch wel voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Hij doet het, toch, Dementie? Fijn. Voor de mensen die net intunen, via die Mentimeter kan je vragen stellen ook. Die kun je in de chat doen. Want normaal kan je inderdaad naar Pakhuis, kan je daar in de chat of via de Zoom. Nu doen we het allemaal via die Menti, zodat we weten, daar komt allemaal binnen. Stel je vragen, opmerkingen of wat. Ik probeer dat. Ik krijg het op een gegeven moment hier binnen op mijn iPad. En dan kan ik dat weer doorgeven aan de tafel. Het eerste gesprek waar ik mee ga beginnen, ga ik doen met Judith van Iddekingen, Marije Spitshoven en Leonard Silva. Dank jullie wel. En eigenlijk is mijn eerste vraag dan voor de mensen die dachten, oké, maar inderdaad, wat is wat? Want ik wil zelfbouw. Wat valt onder zelfbouw? Wat is dat? Zelfbouw is eigenlijk wat het woord al zegt, dat je zelf gaat bouwen, mm-hmm. Je eigen woning gaat bouwen en ook voor je eigen gebruik. Dus dat je daar zelf ook gaat wonen. Mm-hmm. En daarmee bedoel ik natuurlijk niet dat je zelf de stenen allemaal gaat stapelen. Mag wel, hoeft niet. Maar dat je zelf verantwoordelijk bent voor de bouw. Dus je mag ook zelf heel veel keuzes maken. Je mag zelf kiezen wie het ontwerp maakt, een architect. Je mag zelf de aannemer kiezen. Je mag kiezen hoe het eruit komt te zien. Dus je hebt heel veel regie en heel veel keuzevrijheid over je eigen woonwensen. Mm-hmm. Maar er zijn vast wel weer bepaalde richtlijnen, toch? Ja. Hoe hoog je mag, hoe breed je mag, et cetera. Maar je hebt zelf in handen grotendeels hoe, wat, waar. Ja. En dan ga ik ook meteen toch met die vraag beginnen. Woningcoöperatie of een CPO? Wat is het verschil? Wat is wat? Het is een wooncoöperatie. Oh, wooncoöperatie. Nee, dat is lastig hoor, ja. Nee, dat klopt. Dat wordt vaker door elkaar gehaald. Mm-hmm. Het is een wooncoöperatie of een CPO. En het zijn eigenlijk allebei zijn het bouwgroepen. Mm-hmm. Je bent allebei, ben je als bouwgroep samen met toekomstige bewoners, ben je opdrachtgever van je wooncomplex. Dus wat Marije ook net aangaf. Je kiest ook zelf de aannemer, de architect, de ontwikkelaar. Dus daar ben je opdrachtgever voor als bouwgroep. Het verschil tussen wooncoöperatie en CPO is, een CPO gaat om koopappartementen. Dus uiteindelijk zijn de individuele bewoners ook gewoon eigenaar van een appartement. Mm-hmm. Bij een coöperatie is de coöperatie eigenaar van het gebouw. En de leden van de coöperaties, dat zijn de huurders. Die huren dus van de coöperatie. Oké, wacht even. Dus CPO, dan bouwen wij. Dan zijn dat woningen die ik zelf koop. Koopwoningen. Ja. En van de woningcoöperatie, dan is het zo dat de coöperatie, die is de beheerder van het pand, en daar huren wij dan van. Ja, en de coöperatie bestaat ook uit de huurders. Dus ik huur van mezelf? Eigenlijk wel, ja. Mag ik het ook verhuren aan iemand anders? Nee. Oké, dat kan. Ja, ja. Ik denk dan, wat is het verschil? Toch, als ik het koop, of ik heb het toch ook gebouwd, of bouw ik die niet zelf, die coöperatie? Heb ik niet zoveel vrijheid als je hebt net zoveel vrijheid. Dus er is eigenlijk heel veel vergelijking. Mm-hmm. Alleen het verschil zit hem dus inderdaad dat bij CPO is het in de koop. Als individu koop je een appartement. En bij een wooncoöperatie als individu huur je. Alleen met alle huurders bij elkaar vorm je een coöperatie. Misschien kunnen we beter zeggen vereniging. Het lijkt heel erg op elkaar. Dus met z'n allen vorm je een vereniging. En die vereniging, die is opdrachtgever. Maar omdat je alle leden nodig hebt om die vereniging te vormen, heb je dus met elkaar wel de zeggenschap die je graag wil. Oké. Maar die zeggenschap heb ik toch ook bij de CPO? Of ben ik daar meer als individu bepalend? Nee.
Nee, dat is eigenlijk heel erg vergelijkbaar. Ja. Wat Leonard ook zei, van, ze lijken heel erg op elkaar... want je bent met elkaar in beide vormen een groep. Mm-hmm. En dan heb je dus ook met elkaar, democratisch ga je dus ook aan het ontwerpen... en ga je met elkaar ook keuzes maken over de architect en de aannemer... en het ontwerp. Alleen het verschil is dus de eigendomssituatie. Oké. Interesting. En de groep waar we het vaak over hebben, hoe begin ik? Hoe stel ik zo'n groep samen? Of bepaal je dat ook helemaal zelf? Dat bepaal je ook helemaal zelf. Wat wel verstandig is, is dat je wel mensen erbij zoekt. Maar waar je een beetje dezelfde verwachtingen hebt. Mm. Dezelfde ambities. Ook, een beetje, ook wel hetzelfde idee over natuurlijk waar je wil. Hè, op welke plek je wil wonen. En zo begin je eigenlijk een groep. Dus je zoekt mensen bij elkaar die een beetje dezelfde ideeën hebben... ook over het samen wonen. Ook wel waarschijnlijk wel een beetje dezelfde financieringsmogelijkheden hebben. Dat is ook wel verstandig om daar het ook al over te hebben. En dan kan je een groep beginnen. Om je in te schrijven bij een kavel... is het dan weer belangrijk dat je eerst inschrijft in de kaartenbak. Ja, dat de kaartenbak, ja. De kavel. Wat is dat? Wat is die zogenaamde kaartenbak en hoe kom je erin? Nou, die kaartenbak is eigenlijk... we doen eigenlijk een soort voorselectie, noemen we dat dan. Mm-hmm. We hebben zowel voor de wooncoöperaties als voor de CPO... hebben we aparte kaartenbakken. Mm-hmm. Nou, het is niet echt een kaartenbak, zoals nee. Je denkt, op maar... het gemeentehuis. En dan nee, zit er... nee, er worden... nee, maar je kan je dus als bouwgroep kan je dus aanmelden. Ja. Nou, voor CPO moet je dan uit minimaal 4 huishoudens bestaan... Ja. Dan kan je je aanmelden, moet je een formulier invullen. Dat kan je op onze website vinden, amsterdam.nl/zelfbouw. Daar staat alle informatie ook over. Er wordt wat informatie gevraagd en vervolgens kom je op gesprek. Mm-hmm. Dan gaan we even kijken van, nou, met wie hebben we te maken? Is dit wel een echte bouwgroep? Wat is precies de motivatie? Nou, en dan vervolgens word je toegevoegd aan de kaartenbak. En vervolgens als er een kavel... wordt aangeboden, mogen alleen de groepen die in de kaartenbak zitten... die we dus eigenlijk allemaal al een keer gesproken hebben. Die al hebt gesproken. Dus je hebt al een soort van voorselectie gedaan. Is dit die mogen dan inschrijven op de kavel. Oké. Okay. Ja. Oké, okay. En dat is sowieso de procedure altijd van de kavels? Om in aanmerking te komen? Voor CPO wel, en voor een wooncoöperatie ook. Ja. Ja. Dan werken we ook met een kaartenbak. Het is eigenlijk vergelijkbaar. Maar omdat de vormen van elkaar verschillen... hebben we twee aparte kaartenbakken. Dus als je in de kaartenbak van de CPO zit... omdat het echt koop is en daar ook een andere financiering achter zit... worden de CPO-kavels alleen aan de CPO-kaartenbak aangeboden... en voor wooncoöperaties alleen aan de wooncoöperatie-kaartenbak. Oké. Okay. En hoe registreer je voor die kaartenbak? Als je weet, je hebt al een groep mensen bij elkaar... er zitten misschien hier groepen en die zeggen... Okay, weten wij inderdaad... Het is heel makkelijk. We hebben op amsterdam.nl/zelfbouw... daar kunt u een formulier vinden. Okay. En dat formulier vul je in. En dan komt dat bij ons binnen. En dan word je vervolgens uitgenodigd voor een gesprek. Eigenlijk is het heel makkelijk. Maar stap 1 is altijd dat gesprek. Zodat jullie... Stap 1 is eigenlijk gewoon zorgen dat je mensen bij elkaar... Ja, nee, als we de groep bij elkaar hebben, uiteraard. Ja, precies. Ja, dat klopt. Ik heb trouwens al een vraag van een kijker. Is een combi tussen CPO en wooncoöperatie mogelijk? Op dit moment nog niet. Nee. Nee, op dit moment zijn we aparte kavels voor wooncoöperaties... en apart voor CPO. Oké, okay. Ja. Misschien is dat toekomstmuziek. Wie weet, ja. En er is nog een vraag. Wie is dan de eigenaar van zo'n wooncoöperatie? Beheerder en eigenaar is niet hetzelfde. Nee, het klopt. Maar de eigenaar is dan ook de wooncoöperatie. De wooncoöperatie is de eigenaar? Ja. En zij kunnen bepalen of zij zelf de beheerder zijn of iemand anders beheerder maken? Meestal bij wooncoöperaties zijn de leden die beheren het ook. Mm-hmm. Maar je kan er ook voor kiezen om dat uit te besteden. Oké. Okay. Thanks. En ze komen lekker binnen. Keep them coming. Mm-hmm. Wie doet de financiering bij de coöperatie? Goeie vraag. ja, de financiering wordt gedaan door een bank. Alleen... die ziet er iets anders uit dan als je zelf een woning koopt. Want dan kan je 100% van de waarde kan je gewoon lenen. Hè? Dus een hypotheek ga je gewoon naar de bank, krijg je... of gewoon, maar dan ga je naar de bank en dan krijg je een financiering. Een wooncoöperatie wordt gezien als een zakelijke lening. En kan je dus niet het volledige bedrag wat je nodig hebt lenen bij een bank. En dat is best wel lastig. Mm-hmm.
Want dan ontstaat er nog een gat waar je invulling aan moet geven. Nou, daar zijn wooncoöperaties heel creatief in. Crowdfunding, subsidies. Dat soort geld wordt bij elkaar gesprokkeld. Er wordt ook wel een sprokkelfinanciering genoemd. En gemeente Amsterdam heeft zelf ook een financieringsregeling in het leven geroepen, gelukkig. En speelt eigenlijk ook voor bank. Dus je kan ook een stukje lening of een stukje financiering bij gemeente Amsterdam verkrijgen. Oké. Okay. Maar daar, moet je daar dan ook weer eerst voor door een selectieproces of in die bak terechtkomen, zodat je weet... Voorwaarde daarvan is dat je ook de hele selectie van een kavel doorlopen hebt. En dat je met de gemeente een optieovereenkomst hebt gesloten. En dan kom je ook in aanmerking voor die lening. All right. En kavel. Judith, kan jij ons iets vertellen over de e-kavel? Want in de e-buurt komt de kavel vrij. En daar willen we het fijne over weten. Ja, dat klopt. In e-buurt Oost komt een kavel van 20 CPO-woningen komt beschikbaar. Dus dat is sowieso koop? Dat is sowieso koop, ja. Oké. Okay. We zien het hier. Ik kan het even aanwijzen. Dit is het hele plan voor de e-buurt Oost. En dit blokje, dat wordt het CPO-kavel. Het blokje dus... bij het gele veldje. Ja, het gele veldje is het plein waar het CPO-kavel straks komt. Mm-hmm. Het zijn dus 20 koopwoningen, appartementen. En in de plint komt ook een buurtvoorziening. Het moet echt een toegevoegde waarde zijn voor de buurt. Dus het zijn behalve woningen komt er ook een buurtvoorziening. Oké, okay. En... Hoe kan een groep zich hiervoor aanmelden? Is het ook weer te maken ja, met die bak? Ja, weer de kaartenbak. Ja. Dus dat, ja, de kaartenbak is echt de sleutel tot toegang tot de selectie. Mm-hmm. We gaan in begin februari volgend jaar gaat die selectie lopen. Dus als je mee wil doen aan deze kavel... dan is het verstandig om je nu alvast te gaan organiseren... en 4 mensen of huishoudens te zoeken waarmee je... in die kaartenbak terecht kan komen. Want dan kan je meedoen aan de selectie. Ja, minimaal 4. Is er dan minimaal ook een max 4. aan? Volgens mij niet, hè? Nee, nou, uiteindelijk zal hier dan dat 20 woningen... zijn. Want is 20 kavels, zijn het ook echt 20 woningen of 20... Nee, het is 1 kavel. Dus op 1 kavel mag je tussen de 15 en de 20 woningen. Dat zijn zeg maar de regels die door de gemeente worden gesteld. Dus je mag, op deze kavel mag je tussen de 15 en de 20 woningen realiseren. Oké. Okay. Dus je bouwt een appartementencomplex... waar 15 tot 20 woningen in komen. Dus dat kan je dan als bouwgroep zelf bepalen hoeveel woningen je maakt. All right. Maar als ik dan denk 20 woningen, ik moet met minimaal 4 huishoudens zijn. Als ik een groep ben van 4 en daar komt een groep van 4, worden wij dan samengezet? Dus nee, dan... we vragen... Nee, maar we doen... Nee, dat is een goede vraag, hoor. Nee, een hele goede vraag. Nee, we vragen eigenlijk om in te schrijven bij de kaartenbak... dat je minimaal 4 huishoudens hebt. Maar die kaartenbak is eigenlijk... Die geldt eigenlijk voor Amsterdam breed. Dus die geldt niet speciaal voor deze kavel. Dus een kaartenbak, er zitten allerlei bouwgroepen in. Mm-hmm. Dus dit is niet een speciale kaartenbak voor Zuidoost? Nee. Of inwoners van Zuidoost die hebben hierop voorrang? Nee. Nee, precies. Dit kavel is eigenlijk het eerste kavel in Zuidoost... dat we als CPO gaan doen. Maar er gaan ook andere kavels volgen in andere projecten. Maar dit is de kans om je nu alvast te organiseren. En als deze kavel niet lukt, dan zit je alvast in die kaartenbak. En dan kan je met de volgende selecties meedoen. Oké, dus als ik in de kaartenbak terecht ben gekomen... en ik ben nog niet geselecteerd, ben ik er niet meteen uit. Nee, dan zeker. Blijf ik er wel in. Ja. Oké, ja. Want er wordt gevraagd... is er al bekend hoeveel kavels er de komende tijd in Zuidoost komen? Nee, niet exact. Er komen wel meer kavels aan... medio volgend jaar komt er bijvoorbeeld een wooncoöperatiekavel in H-buurt Midden. Uh-huh. Maar er zijn er nog een aantal in voorbereiding... waar ik nog niet met zekerheid kan zeggen of ze er komen en wanneer ze er komen. Oké. En zijn de prijzen van de kavels bij de E-buurt al bekend, een beetje? Nee, die zijn nog niet bekend. Er wordt altijd een grondprijsadvies wordt er afgegeven, de gemeente Amsterdam. En dat gaat de komende tijd gebeuren. Dus, maar die is er nog niet? Die is er nu nog niet, nee. Schatting. Probeer het. Nee, dat gaat niet. Ja. Nee. Het plan voor de e-buurt Oost is wel om daar heel veel woningen te maken voor doorstroming. Dus behalve het CPO-kavel komt er heel veel middensegment woningen. Totaal zo'n 550 woningen. En de verwachting is wel dat dit een kavel is die voor het middensegment heel erg aantrekkelijk is. Ja, want ik had daar ook een vraag over. Zijn het alleen appartementen of ook eengezinswoningen? Het CPO-kavel is een appartementenblokje. Maar in de rest van de E-buurt Oost gaan we wel eengezinswoningen maken. Maar dat zijn gewoon normale koopwoningen. Oké, dan hoef je niet per se voor dus in de kaartenbak. Nee. All right.
Interesting. Toch? Gaat goed in het publiek? Ja, vooral gooi hem in die mentie alsjeblieft, maar thuis ook zeker. Oké. Als je een CPO-groep hebt van 5 huishoudens, kom je dan per definitie niet in aanmerking voor deze kavel in de nee, het is een minimum. Het is een minimum inderdaad. Ja. Dus je moet uit minimaal 4 huishoudens bestaan en dan mag je inschrijven voor de kaartenbak. Vervolgens mag je ook, moet je 5 huishoudens hebben, dan mag je inschrijven voor de kavel. Want je moet voor minimaal 25% van de woningen moet je een huishouden hebben. Ja. Om je in te kunnen schrijven. En dan vervolgens in het hele traject moet je je bouwgroep verder uitbreiden. Dus uiteindelijk, helemaal aan het einde, moet je gewoon je bouwgroep helemaal gevuld hebben. Mm-hmm. Maar we willen niet dat groepen nu al tot 20 huishoudens gevuld moeten zijn voordat ze op deze kavel kunnen inschrijven. Want de vraag wordt eigenlijk te veel. Waarom niet? Want omdat je nog niet zeker bent dat je ook de kavel krijgt, zeg maar. Dus dat je geselecteerd wordt voor de kavel. Dus dan geven we nog een tijd om je groep verder uit te breiden. Het is hartstikke goed als je het wel doet. Ja, toch. Stel je voor dat er nu een groep is die zeggen, we zijn met z'n 20'en. Ja. Zeker. Wij hebben everything. Ja. Dit is ons stukje. Dan komen ze ook wel in die bak, toch? Ja. Nee, ze komen zeker in de bak. En je hebt ook wel dan kan je ook wel een streepje voor hebben uiteindelijk bij de selectie. Want we kijken ook naar haalbaarheid. Hè? En als je dan al je groep al helemaal compleet hebt, dat is alleen maar positief. Oké. Maar het is dus geen eis. Het is geen eis. Maar de minimale eis is wel minimaal 4 huishoudens. Ja. En dan moet je hem gaan uitbreiden, de groep, zodat jullie met z'n allen die huizen daar kunnen zetten. De vraag, iemand heeft hem waarschijnlijk gemist, want hebben bewoners van Zuidoost wel voorrang op deze kavels? Het antwoord is nee. Nee. Nog niet? Of nee, nee? Nee. Het antwoord is, je hebt geen voorrang voor het CPO-kavel. Je hebt evenveel kans als andere Amsterdammers om je in te schrijven in de kaartenbak. Mm-hmm. En dan mee te doen aan de selectie. Maar wat we wel gaan doen tijdens die selectie, kijken naar het plan wat de beste invulling heeft voor de plint, voor de begane grond. En ja, ik kan me voorstellen dat bewoners uit Zuidoost een goed idee hebben voor hoe je die plint het beste kunt invullen. Want er zijn op dit moment weinig voorzieningen in de E-buurt. En we willen daar straks een mooi plein creëren. Mm-hmm. En we vragen dus echt, behalve van dat de woongroepen echt de zeggenschap goed geregeld met elkaar moeten hebben en de haalbaarheid van het plan, mm-hmm, ook dat ze een plan maken voor de invulling van de begane grond. En is dat dan bij de wooncoöperatie, als je daarvoor in de komt er ergens een stukje waar ze zeggen, inwoners uit Zuidoost hebben voorrang? Nee, juridisch. Waarom niet? Ik stelde waarom, maar ik weet zeker dat de waarom, ja, die is nu ook binnen. Waarom niet? Ja, juridisch is dat niet mogelijk. Oh, mag dat niet? Het mag niet. Oh. Oké. Ja. Jammer. Iedereen gelijke kansen. Echt? Ja. Oké, ja, nee, ik ga niet zitten stoken. Nee. Fijn. Nee, prima, is goed. Dan weten wij heel even voor nu dit. Gaan we hem een klein beetje parkeren. Ga ik een tafelwisseltje doen. Want we willen heel graag voorbeelden uit Amsterdam. Hè, en ervaring delen van mensen die al zijn gestart met zo'n CPO of met een wooncoöperatie. En misschien haal ik jullie straks weer erbij. Ja. Maar dankjewel. Mag ik alsjeblieft een heel warm applaus? Of ja, ja. Ja, en aan de mensen thuis, maar ook nogmaals in de zaal die meedoen met die Mentimeter, keep them coming, want ik vind het inderdaad heel fijn. Het zijn, er zijn geen gekke vragen, er zijn geen stomme vragen, want sommige dingen klinken heel simpel, maar in de praktijk gaat het volgens mij heel anders in zijn werk. Vandaar ook de tafelwissel, want als het goed is zitten hier ervaringsdeskundigen die in ieder geval een stapje verder zijn in dit hele CPO woningcoöperatie zelf bouwen met een groep. Ik heb aan tafel Sergio Meijen, bouwkundige en ook lid van bouwgroep Young Creatives. Hallo. Mirjam Spierings, initiatiefnemer en bewoner CPO bij Science Park. Dus daar kunnen we 100 uit vragen. En Chandar van der Sande, voorzitter van wooncoöperatie De Warren. Thank you dat jullie hier zitten. Help. Ja. Want, ja toch? Oké, wil ik heel graag weten, waarom een CPO starten? Nou, waarom een CPO is, omdat je dan de mogelijkheid hebt om datgene te bouwen waar je zelf in de meest ideale situatie zou willen wonen.
En op het moment dat je die kans krijgt, ja, dan moet je die met twee handen grijpen, denk ik. Want dat geeft je de mogelijkheid om je eigen wensen te vertalen naar een woning met gelijkgestemden. Oké, okay. Dus je eigen little utopia creëren in de midst of Amsterdam. Ja, en als je dat dan bijvoorbeeld meer met mijn groep mensen, echt veel starters, jonge mensen met ook veel banen in de creatieve sector. Mm-hmm. Daar is de CPO dus dan wat lastiger voor. Maar die hebben diezelfde droom om je eigen... Betaalbaar. Is niet betaalbaar. Mm-hmm. Nee, het is een beetje duur. Maar die hebben dezelfde droom. Het is ook, volgens mij was er onderzoek van de gemeente Amsterdam en die liet zien dat eigenlijk wel 20-30% van de huurders wil eigenlijk ook zijn eigen leefomgeving in gaan richten. Maar ja, je bent dan gewoon overgeleverd aan een wooncorporatie. Ja, ja, ja. Of de vrije sector. Dus daar heb je zelf geen invloed op. Ja, toen merkte ik in mijn omgeving dat wij die droom wel hadden om onze eigen plek te creëren, ons kleine utopia. Ja, want waarom iemand stelt deze vraag ook. Waarom zou je een huurwoning willen bouwen? Wat is het voordeel van een huurwoning? Want kan je dan niet net zo goed ook een koop gaan bouwen? Of... Ja, misschien zijn wij niet de meest aangewezen personen om daar antwoord op te geven, omdat wij een CPO zijn gestart. Mm. Project waar ik verantwoordelijk voor was, dat is gestart in 2014. En toen was de zelfbouwmarkt nog wel wat anders. Dus de mogelijkheid van een coöperatie bestond toen überhaupt niet. Dus, Dus... Dat kan pas eigenlijk sinds 2015, toen kwam het in de wet dat een wooncoöperatie überhaupt bestond. Daarvoor bestond het eigenlijk helemaal niet als concept. En waarom zou je je eigen huisbaas willen worden? Ja, dat komt dus, stel wij zouden gaan bouwen voor koop, dan zou ik, denk ik, de helft tot 70% van mijn groep niet mee hebben kunnen nemen. De mensen om wie ik geef, mijn gemeenschap, de mensen met wie ik wilde gaan bouwen. En dan had ik die mensen achter me moeten laten. Maar ja, de droom was juist om met die gemeenschap te gaan wonen. Het heeft ook een beetje met hoeveelheid te maken. Want kijk, bij mij was het juist zo. Ik ben begonnen met de CPO. Ik was net afgestudeerd. Uh-huh. En ik was, omdat ik dan een bouwkundige achtergrond heb, had ik zoiets van, ja, dan kan ik wel gaan kijken naar een woning op de markt. Maar als ik dan kijk naar wat ik kreeg voor de hoeveelheid wat ik ervoor betaalde, ja, dat is misschien een beetje ook mijn vloek omdat ik dan bouwkundig was. Had ik zoiets van, ja, dat ga ik er gewoon niet voor. Dat heb ik er gewoon niet voor over. Ja, nee, maar dat is juist goed. Je hebt die inside eye, dus die kan je gebruiken. Dus nou ja, zo met dat oogpunt heb ik toen gedacht van, nou weet je, dan ga ik dus een CPO starten. Mm-hmm. En dan dus kijken naar een CPO die dusdanige mogelijkheden biedt, waardoor ik ook starterswoningen kan maken. Dus waaronder ik val. Oké. Maar ja, om starterswoningen te maken, heb je natuurlijk ook precies het tegenovergestelde nodig. Woningen die wat financieel het kunnen dragen. Nou ja, en dat kan ook alleen maar op het moment dat je eigenlijk een kavel hebt die wat groter is natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Nou heb ik dus op Centrum Eiland, Eiburg, heb ik dan een kavel bemachtigd van 30 woningen. Nou, dat is een behoorlijk formaat. Dus dan kan je, in ons geval hebben we dus 5 starterswoningen gemaakt. En de rest, dat zijn allemaal woningen van verschillende formaten, waarin de grootste woning iets van 160 vierkante meter is en de kleinste 52 vierkante meter. En dat zorgt ervoor dat je namelijk financieel draagvlak hebt, maar dat ook iemand zoals ik, die dan net afgestudeerd was, toch ook de mogelijkheid krijgt om zo'n CPO te kunnen starten, om zo'n woning te kunnen kopen. Maar neem ons heel even mee dan in het vormen van die groep. Hoe bouw je zo'n groep? In mijn geval was het zo, ik was net afgestudeerd en toen vrienden gebeld en ik werkte toen nog bij de Mediamarkt. En ik weet nog van, ik met collega's, ik zeg, hey, luister dan, weet je, ik moet een huis hebben. En weet je, hoe ga ik het regelen? Kaartenbak, ik moet 4 vrienden hebben. En dan kan ik me inschrijven en dan, weet je. Nou, en zo gezegd, zo gedaan. Ik ben toen gewoon even wat mensen gaan rondgebellen. Ik zeg, hey, luister, jij bent toch ook net afgestudeerd? Heb je niet ook zin om een woning te gaan realiseren? Ja, tuurlijk, heb ik ook wel eens zin in. En wat moet ik dingen betalen? Moet ik er iets voor doen? Nee joh, je hoeft echt alleen maar je naam door te geven. We gaan in die kaartenbak en als het wat wordt, dan wordt het wat. Nou, dat vond iedereen, die vindt het dan prima, want je bent nergens aan je hebt helemaal geen verplichtingen. Ja, er is nog geen manier. Je hebt nog helemaal geen verplichtingen. Oké, ja. En dat maakt ook een CPO zo aantrekkelijk, ook voor mensen met een wat kleiner budget. Want je moet vaak realiseren dat je bent niet direct al aan het betalen voor zo'n CPO-project. Oh, okay. Dus wat gebeurt? Nou, je gaat dus met die mensen ga je zo een kaartenbak starten. Dan vervolgens krijg je dan de selectieprocedure. Dus eerst ga je op interview, word je een beetje bekeken van, ja, ben je echt een CPO? Nou, vervolgens krijg je een mailtje van, nou, er is een kavel beschikbaar. Vind je het wat? Nou, dan mag je erop gaan inschrijven. Nou, natuurlijk vind je het wat, want je denkt van, ja, dit wil je. Nou, dan ga je erop reageren. Nou, dan vraagt de gemeente, die vraagt dan een aantal stukken.
Stukken, wat, hoe het eruit die, komt te zien? Nee, die vraagt een motivatie. Want ze willen natuurlijk weten, ja, waarom zouden we het aan jou moeten geven? Want er zijn natuurlijk heel veel groepen die dan natuurlijk voor zo'n JPO inschrijven. En dan gaan ze ervan uit, ja, waarom moeten we het aan jou geven? En de gemeente wil ook vaak zien, kan je het ook echt doen? Ja. Want ze hebben zoiets van, ja, het moet wel echt iets komen. Dus dan vragen ze ook om een soort risicoanalyse. Ja. Nou ja, dat kan je dan of zelf doen, of je huurt iemand in om je daarmee te ondersteunen. Het hangt een beetje vanaf van hoe graag wil je het hebben. Mm-hmm. Nou, vervolgens dan worden je stukken beoordeeld en kom je ook nog eens een keertje fysiek langs op interview. Tenminste, dat was toen ik het gedaan. Ja, ja. Hoe lang geleden is dit? Even voor dit is 2018. Oké. Zo'n tijdje geleden. Nou, dan kom je daar op interview en dan word je ondervraagd over de stukken die je hebt ingediend. En kan je het echt en weet je ook wel wat over die kavel enzovoort. Nou, vervolgens worden dan alle groepen die dan geïnterviewd zijn, die krijgen dan een cijfer en dan wordt de beste eruit gepikt. Nou, en in ons geval waren wij dat dan? Hadden wij dus het hoogste gemiddelde cijfer. En wat je dan gaat doen, dan begint het feestje eigenlijk pas echt. Ja, dan denk je van, hé, nu heb ik die kavel binnen. Maar, en dan ga je de rest erbij zoeken. Ja, maar het is wel verstandig. Wij hebben ook een soortgelijk proces doorlopen. Maar het is wel verstandig om het wel van begin af aan meteen professioneel aan te pakken. Wat doe je mee? Nou ja, in zo'n selectieprocedure moet je een motivatie schrijven. Je moet een risicoanalyse opstellen. Maar je moet ook al komen met een soort plan van aanpak. Mm-hmm. En op het moment dat je dat doet als liefhebbende amateurs en vrijwilligers, dan betekent dat je plan kwalitatief onvoldoende is. En dus wij hebben bijvoorbeeld in een heel vroeg stadium hebben de architecten bij betrokken, waardoor we echt wel een uitgewerkt plan hadden. Mm-hmm. En dat heeft ook te maken met, als je dit start, je gaat en een selectieprocedure in, maar je gaat ook een onderhandeling met elkaar in. Wat vind je nou echt belangrijk? Mm-hmm. En op basis daarvan, die brainstormsessies, komt de architect met een ontwerp en dat wordt weer bijgescherpt. En dat ontwerp, ons eerste ontwerp, ja, dat was de sky was the limit. We gingen een rondpand bouwen. We hadden overal glas en daar ook nog zonwering in. En dat was nog voordat we enig idee hadden van budget. Dus op het moment dat je zo'n selectieprocedure start, dan moet je al wel rekening mee houden dat het nodig is om externe expertise, als je die niet in je bouwgroep hebt, om die in te huren. Want anders red je zo'n selectieprocedure niet. Dan zie je dus belangrijke ingrediënten die jij als bouwkundige al hebt. Ja. Ja, die hebben een beetje een voorsprong gegeven in dit geval. Ja. Ja, wij hadden het niet. Wat wil zeggen? Hoe ging dat bij jou? Nou, we hadden wel een mooi netwerk om ons heen. Dus we hebben wel echt veel mensen gevraagd om ons te helpen. Mm-hmm. Maar we lieten ook gewoon zien dat we echt goed na konden denken over de dingen die ertoe deden. Mm-hmm. En omdat dit... dit is de eerste van Amsterdam. De tweede van Nederland eigenlijk, die op deze manier ontwikkelt. Als wooncoöperatie dus. Dus voor die huur. En... ja, wat wij deden eigenlijk, we hadden wel gewoon dat plan ingediend met het idee dat we wisten hoe we nadachten over de gemeenschappelijkheid. Dus hoe gaan we de huren innen en hoe ga je dat organiseren? Dat ja, moeilijk woord governance. Mm-hmm. Wie is eigenaar en hoe ga je om met je huren en dat soort zaken. Heel veel ging ook over duurzaamheid. En wij hebben best wel een duurzaam profiel. We vonden van ja, als we dan toch gaan bouwen, dan willen we ook echt die verantwoordelijkheid nemen om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Dus er wordt heel veel uit hout gemaakt en dat soort zaken. Mm-hmm. Energiepositief. Maar het allerbelangrijkste, omdat we de eerste waren, we moesten laten zien dat de business case goed was. Dus dat we wisten hoeveel geld gaat kosten, mm-hmm, en hoeveel geld gaan we ophalen. En dat was best wel innoveren. Omdat op dat moment was dat mooie fonds van de gemeente Amsterdam was er nog niet. Dus dat houtje-touwtje financiering, dat hebben wij uitgevonden. Ja. Want we hadden wel op een gegeven moment die bank. Maar daarna moesten we die crowdfunding, een participatiefonds, hier nog een lening, daar nog een duurzaamheidssubsidie. Allemaal bij elkaar gesprokkeld. Maar daarmee wel laten zien dat we echt verstand van zaken hadden. En daar hielp het bijvoorbeeld wel echt heel erg dat wij in onze groep op al die vlakken wel mensen hadden. Dus ja, hadden dus iemand het is die wel handig van... inderdaad als er in je groep een beetje kennis van dit, kennis van dat. Zeker. Want ik heb een mooie vraag ook. Het proces klinkt best wel moeilijk. Legit, weet je. Maar wat kost ondersteuning dan als je die niet zelf in die groep hebt? Hè? Als je dat zelf niet kan, is daar een plaatje op te plakken, ongeveer?
Ja, ik kan, dat ligt een beetje bij. Aan... ja, nou, kijk, wij hebben bijvoorbeeld op een X-moment wel een procesbegeleider ingezet. Omdat ook wij wel mensen hadden die op verschillende onderdelen hun steentje konden bijdragen. Maar je hebt wel iemand nodig die ook verstand heeft van bouwen. Dus een procesbegeleider uit de bouw. En nou, die hebben we ook daadwerkelijk moeten inhuren. De architect hebben we moeten inhuren. Dus als je echt kijkt naar die out-of-pocket advieskosten... dan denk ik dat wij zo rond de 2 ton kwijt zijn geweest. En dat is heel weinig, omdat we ongelooflijk veel zelf hebben gedaan. Maar dan moet je inderdaad binnen je bouwgroep die expertise hebben. Dus dat is wel echt belangrijk. En, 2 ton, dat is echt heel weinig. Ja, ja. Heel weinig. Dat maakt ook wel dat daardoor... Kennen jullie diegene ook? Ja, nou ja, ook wij kwamen echt in ons netwerk. Hè. Ik bedoel, wij hebben bijvoorbeeld ingeschreven op een verjaardagsfeestje met alle buren. Ik heb iedereen laten ondertekenen. Ze wisten volgens mij niet waarvoor ze tekenen, maar dat maakte niet uit. En binnen dat netwerk had je een architect. We hadden toevallig iemand die met duurzaamheid bezig was. We hadden een controller. We hadden iemand die had verstand van besturen. Want het gaat heel erg over de inhoudelijke technische kennis. Maar je moet je ook realiseren dat als je samen bouwt... dan moet je echt een goede bestuurder hebben binnen het team. Iemand die in staat is om vergaderingen te leiden. Om consensus af te spreken en continu schakelen dat de besluitvorming duidelijk is. En wat ons het meeste tijd heeft gekost... dat is met name dat onderlinge besluitvormingsproces. En daar moet je van tevoren heel duidelijk afspraken over maken. Hoe gaan we dit doen? Wij hebben dat ook vastgelegd in een coöperatie en met een lidmaatschap. Waarin je bijvoorbeeld ook als je nieuw erin kwam... dan teken je voor de besluiten die al genomen waren... om niet eindeloos al die discussies weer opnieuw te laten herhalen. Nou ja, zo zijn er wel een aantal praktische dingen waarvan ik denk... ja, die zijn denk ik interessant om te noemen. Nou, dit is er één van. Het gaat niet alleen om die inhoudelijke ondersteuning... maar ook hoe doe je dat nu samen? Mm-hmm. En eigenlijk is dat laatste is heel belangrijk om in een vroegtijdig stadium... om daar goed over na te denken. Want je begint als van, nou, dat lijkt me een goed idee. Zo begonnen wij ook. Maar vervolgens ben je wel samen iets aan het ontwikkelen. Ja, moet je daarna het samen ook nog gaan bouwen. Ja. En dat bij elkaar, dat vergt veel. Een van de voordelen van de... Van wat er nu gebeurt in Amsterdam voor de wooncoöperaties. Mm-hmm. Omdat dat dus ook echt... Wij bouwen echt sociale en middeldure huur. Wij hadden niet die 2 ton liggen. Wij konden niet zelf out of pocket... 15.000 euro per woning erin steken. Maar daarom is dat fonds er nu. En dat fonds dat helpt je ook bij de plankosten. Dus die gaan helpen om die architect te betalen. In het begin toch ook eventjes die financiële doorlichting een keertje doen. Misschien wat juridisch advies... En dat gaat heel veel schelen. Ja. Wij hadden dat toen niet, dus houd je touwtje bij elkaar. Dat het grootste verschil is dan ook tussen een corporatie en zo'n wooncoöperatie en een CPO. Zeker. Je hoeft ja. Bij ons, wij hadden we hebben mensen wel wat inschrijfgeld gevraagd, maar dat was tussen de 50 en 250 euro. Ja, precies. Dat is wel een groot verschil. Want bij... Het is een totaal ander verschil. Want wij hebben echt... als je mee wilde doen, heb je in totaal een eigen bekostiging moeten doen... voordat je naar de hypotheekbank kon stappen van 50.000 euro. Ja. He, dus ja. 50.000 euro. Maar kijk, dat is het mooie. Want dat kan dus heel erg variëren afhankelijk van het formaat van je bouwgroep. Ja, dus dat. Mijn bouwgroep die was gewoon een stuk groter. Hoe groot is jouw bouwgroep? 30 huishoudens. En hoe groot is die van jullie? 16 huishoudens. Oké, dat is bijna de helft. Ja. Dus, maar dat zie je ook, want bij ons werd er 26.000 euro gevraagd. Maar voor de starters, omdat je moet je voorstellen... als starters wil je natuurlijk ook iets hebben. Hebben we gezegd, nou, die starters die vragen we nog minder. Die hebben 13.500 euro eigen geld ingelegd. Daarmee heb je het wel echt veel toegankelijker gemaakt. Ja, daardoor wordt het heel veel toegankelijker voor die starters. En de grote woning, daar werd dan 26.000 euro van gevraagd. Ja, maar die kunnen dat missen. Je wil wel, want in principe, wat jij deed, hè, met je expertise, je bouwt natuurlijk ook voor jezelf. Ja. En dan moet je jezelf niet uitsluiten en je vrienden. Ik had een hele mooie vraag ook trouwens. Hè. Chandar, misschien kan jij die beantwoorden. Wat als bij een wooncoöperatie alles afbetaald is... en dan wordt er winst gemaakt op de huur? Waar gaat die winst dan heen? Dat is een supergoeie vraag. Absoluut, dank je wel. Er zijn voorbeelden waarbij nagedacht wordt dat het in een soort van fonds gaat... wat weer verder gaat, zodat andere plekken geïnvesteerd kunnen worden. Er gebeurt veel in Zwitserland, heb je echt wooncoöperaties van ze. Er wordt ook over gesproken in Amsterdam, maar dat mogen wij bijvoorbeeld niet doen. Waarom niet? De gemeente Amsterdam die heeft echt gezegd... het geld moet binnen dat kavel blijven... zodat ook mensen die lid zijn geweest of dat het niet verdwijnt. Het moet bij die vereniging blijven.
Dus ja, na 30 jaar dan zitten wij te denken om de houten balken om te vormen naar marmer. Nee, grapje. Nou, ten eerste, ik denk, kijk, wat het ten eerste is dat er waarschijnlijk... Het is maar de vraag of er echt geld overblijft. Want je gaat op een gegeven moment groot onderhoud krijgen. Mm-hmm. En we sparen daarvoor, dus we bouwen een buffer op. Ja. Zodat na 50 jaar ook echt de grote dingen vervangen kunnen worden. Misschien een gevel en dat soort dingen. Maar zelfs dan is de vraag, hou je heel veel geld over? Dus wat wij nu aan het onderzoeken zijn, is twee dingen. Eentje, zou er dan geld overblijven? En ten tweede, wat een mogelijkheid zou kunnen zijn, is dat we de grens tussen huren en kopen ietsjes verkleinen. Door de mensen die dus hebben geholpen met het afbetalen van die hypotheek ook een beetje geld terug te geven voor hun bijdrage aan dat afbetalen. Dus dat de toekomstige huurders, dat de huur dan niet naar nul gaat. Mm-hmm. Dat die huur gewoon eigenlijk relatief gelijk blijft. Overigens, super goedkoop moet je voorstellen over 30 jaar dat we eigenlijk de huren bijna dus niet verhogen. Want daar hebben wij totaal geen prikkel voor, want je gaat niet je eigen huren verhogen. Nee. Maar dat die huren dus betaalbaar blijven, maar dat een deel daarvan terugvloeit naar mensen die geholpen hebben bij realisatie en afbetalen van de hypotheek. Maar dit is allemaal nog onderzoek, hoor. En we zijn de eerste die het op deze manier doen. Dus we gaan het nog merken. All right. Ik heb nog een vraag voor Sergio. Wat zijn de leerpunten geweest met betrekking tot het starten van een CPO-project? Kan je een paar leerpunten tot het starten? Ja. Dat je zegt, oh ja, deze moet je niet... Ja, op zich wel. Kijk, de grotere groepen, bij ons was het een vrij grote groep. Nou, ik hoorde het net al aan de overkant, die zegt, die heeft allemaal de buren erbij kunnen halen, 16 mensen. Mm-hmm. Nou, ons project die was een stuk groter en we hadden daardoor ook hele grote woningen. En dan moet je je voorstellen dat je daardoor op een gegeven moment moet je in de buitenwereld betrekken bij jouw groep. Dus wij hebben bijvoorbeeld een x-aantal, dat komt via mond-op-mond reclame. Maar op een gegeven moment moet je Funda op. En dan krijg je eigenlijk een soort Funda samengestelde bouwgroep. Mm-hmm. En dan krijg je dus dat je dus op een gegeven moment... Het hele idee van een bouwgroep, het hele fijne van een bouwgroep... is dat je je buren kent en dat je participeert en dat iedereen samenwerkt. En op het moment dat je zo'n grote bouwgroep hebt... was een van de dingen dat je op een gegeven moment dus mensen binnenhaalt... die eigenlijk het hele voortraject helemaal niet hebben meegemaakt. Ja. Dus eigenlijk ook heel weinig te zeggen hebben gehad. En eigenlijk gewoon maar een beetje bijzitten van, oké, ja, ik wacht maar tot mijn huis klaar is. Ja. En dat is wel een dingetje waarvan ik denk van, ja, dat is wel... Als ik het nog een keer zou doen, dan wil je dat... dan wil ik dat eigenlijk niet meer hebben. Dan wil je echt alles op alles zetten om in het voortraject gewoon de bouwgroep te vullen met mensen uit je eigen groep. All right. Ik denk dat dat echt het belangrijkste punt is geweest. Niet dat de groep uiteindelijk is een hele leuke groep geworden. Dus het hoeft niet zo maar het is negatief. Wel fijn voor... Maar weet je, in het algemeen... Want ja, gewoon omdat je dan toch net even wat meer samenhang hebt. En ik heb nog eentje en dan... Ik wil nog iemand namelijk bij tafel halen. Maar hebben starters meer kans met een CPO dan als individuele koper, denk je? Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Kijk, het is wel iets wat je zou adviseren. Ja, als je kijkt als CPO heb je als starter heel veel meer kans. Vooral, voor wat ik zeg, de grootte van het project. Want je hebt namelijk dan ook gewoon stabiliteit. Want je hebt dan ook mensen erbij die een beetje die daadkracht hebben. Die financieel ook wat draagkracht hebben. Mm-hmm. Die kunnen zeggen, nou, ik kan een huis van 200 vierkante meter of 150 vierkante meter bekostigen. Nou, dan maakt het makkelijker voor jou om te zeggen... Hey, dan kan ik een huis van 50 vierkante meter kopen. Mm-hmm. Precies wat ik in het begin zei. Die 13.500 euro, dat was voor mij financieel haalbaarder... dan dat ik in één keer 26.000 euro moest gaan afstikken. Ja. Ik herken het wel, hoor. Want wij hebben ook heel veel in het casco als kosten standaard opgenomen. Ja. En vervolgens op basis van het aantal vierkante meters... versleuteld over de leden. En dat betekent automatisch dat de grotere woningen... die hebben ook meer gefinancierd. Ja. En dat maakt het dus inderdaad aantrekkelijk. Als ik kijk naar ons pand, dan denk ik dat er de helft zijn echt nieuw starters... Hè, ja. Maar wel met grote woningen, want dat was wel een uitgangspunt. Maar de andere helft, dat waren mensen die overstapten... van al reeds een koopwoning naar een nieuwe koopwoning. Ja. Dus in die zin zeker echt aan te raden om als starter naar zo'n coöperatie... naar zo'n CPO te kijken. Yes. Maar die valkuil, misschien daar nog een kleine aanvulling op. Ook wij hebben de ervaring gehad, we starten met 20 mensen. Mm-hmm. Nou, dat is op een verjaardag tekent iedereen. Dus van die oorspronkelijke bouwgroep zijn 3 mensen overgebleven. En ik denk dat ik... Ik denk dat ik in die... wij zijn 5 jaar bezig geweest. Dus het is ook, wat is een aandachtspunt? Heb geduld. Ja. Ook 5 jaar bezig geweest?
Oh nee, 2018 begonnen en ze zijn nu op het hoogste punt. Ja, en ik denk dat ik zeker 200 mensen gesproken heb. Want wij hebben niet Funda ingeschakeld. En die hebben informatie gekregen en die zijn gekeken. Dus ook daarin, je denkt dat je een stabiele groep hebt. Maar je moet je ook rekening mee houden dat die groep ook weer barstig is. En dat je continu ook weer nieuwe mensen krijgt. En dat je dan het verhaal moet herhalen. Dus het is niet zo... het is heel mooi als je kunt starten en eindigen met de groep. Maar het is niet realistisch. Ja, dus het gebeurt wel. Dat een deel van je groep wegvalt. Ja. De doorloop was naar 3. Al veel minder. Wel. Ja. Ik denk dat wij van de 50 naar de... dat we daarvan nog echt een groep hebben van... ik denk zo'n 40. Oh. Dus dat we er misschien nog ietsje minder... maar volgens mij zo dat we daar ongeveer op uit zijn gekomen. Wel dat die groep is veranderd. Dus de partners erbij. Dus de indeling die we vorig jaar hadden gemaakt van... oké, dit is het definitieve ontwerp. Jij gaat daar wonen, jij gaat daar wonen. En toen kwamen er kindjes. Toen kwamen er kindjes en toen gingen mensen... Uitgaar. Ja, of nou, toch ergens anders wonen. En dat is wel gebeurd. Ja. Maar volgens mij... wordt aankomende maandag wordt dan de definitieve puzzel gelegd. Want we gaan er ook toch over 11 maanden alweer wonen. Dus, maar zelfs dan zou het nog kunnen dat die verschuift. Maar deze foto is volgens mij van vorig jaar. Ja. En die mensen zitten er allemaal deze bij. Zitten, die we allemaal nu zien, die zijn wel allemaal onderdeel van de warren. Ja. En als laatste, en dan hou ik het heel kort. echt heel kort. De vorige sprekers zeiden van je hebt volledige vrijheid. Daar toch enige nuancering in dat verhaal. Hè? Give it! Want je bent niet alleen gebonden aan de kavel, je bent ook gebonden aan het bouwbesluit. En toen wij het indienden, wij hadden wel een hele ronde met een structuurontwerp, met een voorlopig ontwerp, met een definitief ontwerp, met een groep van externe supervisoren. En die waren heel kritisch. En er werden gewoon dingen afgewezen. En die moest je ook aanpassen, want anders kon je niet verder. En dat beperkte soms wel in het proces de voortgang, omdat... ja. Je continu aan het schakelen was tussen bewoners, gemeenten, die externe supervisoren. Wij hadden ook nog te maken met Waternet. Dus vrijheid klinkt heel mooi, maar het betekent ook dat als je in zo'n project start, dat je heel goed moet weten wat kan wel en wat kan niet. En dat je ook gedurende dat project continu fine-tuned van, hey, dit is onze volgende stap in het ontwerp en kan dat nog? Want daarin zitten echt wel beperkingen in de daadwerkelijke planvorming. Dus die wilde ik nog wel even zeggen, want die bleef hangen. Ja, nee, heel goed. Dankjewel. Daarom zitten jullie hier ook. En ik kan me voorstellen dat je thuis... want er komen natuurlijk nog meer vragen en ik kan ze niet allemaal beantwoorden. Maar mocht je die hebben, kan je sowieso naar amsterdam.nl/zelfbouw. Stel ze daar. Als je in de buurt woont, ren snel deze kant op. Want we gaan hier sowieso in de studio nog verder met het gesprek. Ik ga weer een kleine tafelwissel doen. Maar ontzettend bedankt jullie. Ook mag ik hier ook alsjeblieft een heel warm applaus voor. Want dit zijn hele nuttige informatie. En dan ga ik Judith van Iddeking ga ik weer uitnodigen aan tafel. En Douglas, kom er alsjeblieft bij. Douglas Konadu, want die is karttrekker van wooncoöperatie Community Land Trust in de H-buurt. Ja. En het publiek, ik heb jullie nodig. Want... ik ben natuurlijk... er is heel veel gezegd, er gebeurt heel veel. Maar Douglas, om bij jou te beginnen, hè? Als ik al deze dingen nu zo hoor... In welke fase zitten jullie dan? In welke fase zit jij? Nou, de CLT, H-buurt. Mm-hmm. Dus voor de H-buurt hier. Daar H-midden was aangehaald. Wij zijn dus nu eigenlijk bezig met een community aan het organiseren. Daar hebben we al... zijn we eigenlijk wel ver mee. Mm-hmm. En de H-midden-project wat aanstaande is hier in de H-buurt... daar willen wij ook als wooncoöperatie ook in de kaartenbak... willen we ook terechtkomen. Dus jullie zijn al kaartenbak ready. Zodra zij zeggen, hij is open, dan heb jij genoeg leden om te zeggen dat... Ja. Hoeveel leden zijn er al? Dat zijn in die fases wel een grotere community waar dus eigenlijk iedereen lid van kan worden. Ah. Dat is de CLT buurtvereniging. Mm-hmm. Daar hebben we geloof ik iets meer dan 100 leden. Oh. En vanuit die groep yes. Starten wij dus een wooncoöperatie. Volgens mij is het zo dat... Van de kavels die ontwikkeld worden, daar iets van 500 woningen of iets meer worden ontwikkeld. En daarvan is een stukje kavel voor
bestemd voor mogelijk dus voor wooncoöperaties. Ja, en, op dat stukje kavel... Dat is iets van 40 units dat daar terechtkomen. Dus daar willen wij dan mee dingen. Ja. Maar ik ben dan heel benieuwd, hè? Hoe weet jij dat deze kavels daar... Want waar halen we deze info? Dit is super, super goed om te weten, want ik wil nu ook bij die community, zodat ik op de hoogte blijf van. Ja. Right? Dat is wel heel fijn. Nou, wij zijn eigenlijk heel lang mee bezig. De CLT was eigenlijk uit een ander idee geboren. Mm-hmm. Community Land Trust, daar zijn partijen in, onder andere de VS en in België zijn daar mee bezig geweest. En het gehele idee is om met een community aan zelfbouw te gaan. Aan te beginnen om met name die speculaties die we vooral zien in de woningmarkt, om daar tegen te gaan. Want als je het zelf bouwt en dan heb je dus, zoals hier aan bod kwam, heb je eigenlijk volledig controle over hoe hoog die prijzen zijn of de huren als dat daarop aankomt. En dus dat was het idee. En gaandeweg zijn we veel meer informatie gaan inwinnen. Mm-hmm. En via dat traject zijn we ook terechtgekomen bij dat project nu in Zuidoost. Volgens mij heeft de gemeente daar ook ontzettend veel informatie over verschaft. En dus is het min of meer wel algemene kennis. Maar daar moet je toch wel, als je de interesse hebt, je gaat daar naar zoeken, dan vind je het wel. Nice. En was het, want een sterke community is belangrijk om die te bouwen. Maar was het moeilijk om deze community bij elkaar te vinden, bij elkaar te houden, bij elkaar te krijgen? Dat is niet gemakkelijk. Mm. En daarvoor zijn heel veel mensen hebben ontzettend veel werk verricht. Zijn niet hier met al die mensen die dus heel erg bezig zijn hiermee. Maar dat betekent dus voor ons dat je soms deur tot deur moet gaan om mensen te informeren, om mensen te enthousiasmeren. We organiseren allerlei informatiebijeenkomsten. En dan nodigen we mensen uit de buurt uit om daar dus ook met elkaar in gesprek te gaan. En dan gaat het niet alleen om informatie geven, maar ook informatie uit de community, uit de buurt trekken. Van zouden jullie dit willen organiseren? Wie heeft daar... Wie zou daar zijn skills en zijn know-how daarin voor willen inzetten? En op die manier is, ik denk dat het, ik zou niet zeggen dat het heel moeilijk is, maar het is ook niet heel gemakkelijk. Ja, je moet wel even je schouders eronder zetten. En inderdaad, ja. It takes work, maar dan heb je wel inderdaad, als het goed is, de juiste mensen bij elkaar om dit te realiseren. Klopt, ja. En, want... Ik vind het helemaal, ik ben helemaal geprikkeld. Ik wil daar van alles over weten. Maar vooral, want Judith komt ook binnenkort, voordat we zeg maar de lucht uitgaan voor de kijkers thuis, bijvoorbeeld een zelfbouwmarkt, waar ook heel veel info te winnen is, et cetera. Kan je ons daar iets over vertellen? Even data vooral. Ja, op 27 november is de zelfbouwmarkt. Mm-hmm. Dat is voor de hele gemeente Amsterdam. Dus het zijn niet alleen kavels in Zuidoost, maar gewoon in heel Amsterdam. Mm-hmm. Daar wordt ook informatie gegeven van hoe kun je inschrijven in de kaartenbak. En wordt ook gezegd van welke kavels zijn er beschikbaar, zowel voor het CPO als voor de wooncoöperatie. Ik hoorde van mijn collega's dat de bijeenkomst digitaal is. Ze zijn hard bezig om het programma samen te stellen. Onderdeel van die zelfbouwmarkt in 27 november is ook een meet and greet. Mm-hmm. Maar die meet and greet gaan we ook in Zuidoost doen. Die gaan we eind december doen, specifiek voor het kavel CPO. Gaan we waarschijnlijk in Egeldonk 50 een bijeenkomst organiseren. Waar je mensen kunt ontmoeten. Ook meer kunt horen van wat is precies een CPO? Wat houdt het allemaal in? Wat moet je ervoor regelen? En dat gaat wel echt specifiek over die kavel in de E-buurt hier? Ja, want daar gaan we in februari starten met de selectie. En we willen zoveel mogelijk bouwgroepen uit Zuidoost kans geven om zich te organiseren. En tijdig in te schrijven voor de kaartenbak. Alright. En waar vinden ze nog meer info als mensen denken, oké, ik wil nu al een beetje inlezen, et cetera? In ieder geval op de website van Zelfbouw Amsterdam. Maar je kunt ook altijd een mailtje sturen naar ebuurtzuidoost@amsterdam.nl. Oh ja, dat is het. En dan komt de mail bij mij terecht. En dan kan ik meer informatie geven over het zelfbouw, maar ook specifiek over de kavel in de E-buurt Oost. Nice. En is deze
zo'n bijeenkomst over die kavel op de E-buurt. Is dat dan alsnog interessant om heen te gaan met je groep, zodat je daar ook informatie ophaalt of überhaupt netwerkt? Ja, zeker. Dat is altijd wel heel, heel interessant. Wij hebben ontzettend veel hulp gehad van ook aan de stichtingen die hier informatie over geven. Mm. Workshops gehad. Maar bijvoorbeeld aanstaande zaterdag gaan we ook langs bij een groep die bezig is met zo'n zelfbouwproject. Om daar ook informatie in te winnen. Want zoals je hier gehoord hebt, zijn eigenlijk in Nederland zijn we een beetje in de kinderschoenen met wat dit betreft. Ja. Dus je weet niet hoe zo'n traject eruit gaat zien als je daaraan begint. En dan is het zeker in een vroeg stadium heel belangrijk om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Zodat je jezelf een beetje goed kan voorbereiden en ook je kansen op succes als je eenmaal meedoet met de kaartenbak ook te verhogen. Dus ja, dat is zeker belangrijk. En voor mensen die nu kijken en denken, oké, maar wij willen lid worden van CTL, hoe doen ze dat? Nou, dan kan je terecht op CLT Habuut. CLT, sorry. Ja. CLT. Neem notities, want het wordt echt gevraagd. Ja, mensen willen weten. CLT Habuut. Ja. Dat is onze website. Daar kan je dan terecht. En dan kan je inschrijven. En dan krijg je ook automatisch informatie over de bijeenkomsten. En alles wat we doen. Ja. En wat is nou, wat stel je voor, hè? Want we're putting it out there in the universe. Manifesting it. Dat het zover is. Het moment komt daar, die kavelkoperij, en jullie krijgen dat. Wat is die droom? Wat willen jullie daar bouwen? Op dit moment, volgens mij is hier ook benoemd, hè, de gemeente heeft natuurlijk ook al de contouren een beetje bedacht. Moet een beetje natuurlijk daarbij passen. Maar je hebt als wooncoöperatie in dit geval dan veel vrijheid om ook na te denken over wat je zou willen doen. En dat doen we op dit moment met z'n allen. Dus dat betekent dus voor iets van, we hebben wel separate groepen bedacht die dus zich bezighouden. Dus één groep houdt zich bezig met de technische aspecten. Een andere groep houdt zich meer bezig met onderzoeken van hoe kunnen we dat duurzaam bouwen. Onder andere. En dus dan komen we dan bij elkaar. Uiteindelijk is het doel dat wij dus wat meer betaalbare woningen hebben voor een brede doelgroep uit de H-buurt. En we zijn daar wat dat betreft wel veel meer gefocust op bewoners in Zuidoost en met name in de H-buurt. Omdat wij denken ook en wij zien ook natuurlijk vooral hoe moeilijk toegankelijk is de woningmarkt is geworden voor haar jongeren onder andere in Amsterdam. En dus dat is op dit moment onze focus om uiteindelijk iets te realiseren wat betaalbaar is voor deze doelgroep. Voor mensen met, middeninkomen en ook lage inkomensgroepen die in Zuidoost op dit moment wonen. Nice. Ik hoop het. We zetten het uit. We gaan hier nog verder in gesprek met elkaar. Maar nogmaals, mocht je geïnteresseerd zijn, denken van oké, ik wil hier meer over weten. CLT, H-buurt, check de website, informeer jezelf. Ga de 27e van november naar je bank, want hij is digitaal. Log in en check hoe dat in elkaar zit bij die zelfbouwmarkt. Er is nog veel meer te vinden. Ga naar de website, informeer jezelf. Maar ook hier bij New Metropolis zijn er genoeg programma's die je informeren. Kijk alsjeblieft op de website, informeer jezelf. En je kan ook hier aanwezig zijn, want we mogen weer publiek ontvangen. En anders zien we je heel graag online weer terug. Ontzettend bedankt dat jullie mee hebben gedaan, meedoen via die Mentimeter. Ik ga hem zo afsluiten, maar volgens mij kan je nog meebabbelen met de Mentimeter. Zo niet, excuses. Hoop ik je volgende keer hier te zijn, want hier gaan we wel nog even doorbabbelen. Maar tot nu toe ontzettend bedankt voor het kijken, voor het luisteren. En hopelijk tot gauw in die kaartenbak. Mijn naam is Jennifer Menslag, dankjewel. Tot ziens.